Volgende spreker is voor dit hele publiek een bekende, mag ik aannemen. Kent er iemand Walter nog niet? Oké, er wordt rotuit getrold. Ja. Ik ken Walter eigenlijk vanuit mijn surfnet, of tegenwoordig dat surftijd, waar Walter alles met lockpicking demo's gaf en dat wij dan daar zelf ook met hands-on lekker aan de slag mochten. Via hem heb ik daarna ook allerlei tool-filmpjes zitten kijken en geïnspireerd hoe ik zelf thuis mijn sloten toch nog wat beter moest beveiligen. En vandaag komt hij iets vertellen over een geheel nieuw, voor mij een geheel nieuw type slot en zijn ervaringen hiermee. Dankjewel. Dankjewel, Rogier. Ja, fijn dat jullie hier allemaal zijn. Ik hoop dat ik het in het Nederlands kan doen. Or should I, are there people that expect me to do this in English? Of je lijkt in Duits, hoor. Oké, dan doe ik het gewoon in het Nederlands, prima. Ja, ik had de abstract ingediend en die was in het Nederlands, maar ik had er eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Maar als toch iedereen Nederlands spreekt, doe ik het gewoon in het Nederlands. Ik ga het hebben over een research projectje eigenlijk wat ik heb gedaan. Om een slot te onderzoeken. Ik ben lockpicker, dat is een van mijn hobby's. En ik wil vertellen over hoe dat een beetje chronologisch is gelopen. En wat interessant is, tegenwoordig hoor je wel allerlei achievements op social media over dingen die fantastisch zijn. Maar ik ga ook vertellen over alle epic fails die ik heb meegemaakt. Want als je research doet, dan gaat natuurlijk niet alles in één keer perfect. Je maakt af en toe fouten. En ik vind het ook belangrijk dat mensen vertellen dat dat gebeurt. En ik wil eigenlijk mensen aansporen om ook als ze een leuk hobbyprojectje hebben, om daar gewoon dus mee aan de slag te gaan. En dingen te leren. En wie weet kunnen we nog een leuke talk uitslepen en op de komende Enlug-conferentie staan. Goed, nou dit is het ding waar het over gaat. Het gaat over een slot. En dit slot, dat is van origine een Japans slot van fabrikant Miwa. En in Nederland wordt die verkocht onder licentie door het merk Anker uit Enschede. Dat is het laatste familiebedrijf van de slotenmaker in Nederland. En daar heet hij dan de 3800. En ik kan er wel een paar aan jullie geven om even door de zaal te laten gaan. Dan heb je een beetje een idee hoe dat eruit ziet. Die heeft een beetje een andere vorm, maar het principe is hetzelfde. Dus dit is mijn onderzoeksonderwerp. En zoals ik zei, ik kom niet helemaal uit de lucht vallen, want ik ben lockpicker. Ik ben voorzitter geweest van die Open Organization of Lockpickers, trouwens ook van de NLUG. En ik ben ook bezig om een boek te schrijven over lockpicking samen met een paar vrienden van me. Dat had al uitgekomen moeten zijn, maar we hebben wat strubbelingen met de editors. Maar het komt er hopelijk binnenkort aan. Als je het bestelt met de kortingscode, dat was ook weer de kortingscode. Unlock. Dan krijg je 30% korting. Nou, dit slot. Wat is er nou zo leuk aan dit slot? Nou, als je dit slot openmaakt, van binnen bekijkt, dan zie je dat daar pinnen in zitten. En er zitten er 4 in. En dat is eigenlijk redelijk typisch, want eigenlijk elk slot dat je in Nederland op een deur ziet, daar zitten van dat soort pinnen in. Maar hierboven zitten ook nog allemaal dingetjes. En dat is wat het slot interessant maakt. Dat zijn sliders, schuifjes. En die worden magnetisch bediend. En dat zie je ook als je de sleutel bekijkt. Ja, sommige mensen hebben hem al doorgegeven. Maar die sleutel heeft aan de ene kant inkepingjes. En die gaan over de pinnetjes heen. Dus die pinnetjes gaan dan naar de juiste diepte. En aan de andere kant zie je die vierkante vakjes. En dat zijn magneten. Dat zijn 2 bij 2 mm samarium kobalt magneetjes. Want neomidium hadden ze toen nog niet. Dat is een redelijk oud slot. En per setje van 2 bedienen die een slider. Nou, daar kan ik verder op inzoomen. Dus dit is weer het hele slot. En dan hierbovenin, daar zit de plug. Dat is het dingetje wat in het slot ronddraait om het slot te bedienen. En die hebben we er hier los uitgehaald. En dan zie je dat daar in die plug zitten die sliders. Nou, je ziet er hier 1, 2 aan de ene kant en dan nog 2 aan de andere kant. En je ziet dat er ook een veertje aan zit. Die worden door het veertje naar buiten gedrukt. En die magneetjes in de sleutel kunnen hem dan weer naar binnen trekken. Nou, die pinnetjes, dat is niet zo boeiend. Dat kennen we inmiddels wel bij het lockpicken. En dat werkt hetzelfde als bij een typisch slot in Nederland. Dus die pinnen die hebben een bepaalde lengte, tenminste de rode pinnen. Dat heet ook wel de housing pins. Nee, de driver pins, sorry. En die hebben een verschillende lengte. En die lengte die komt precies overeen met de diepte van die inkepingen in de sleutel. Wat je ook al noemt de bitting. En zo kun je dus verschillende sloten maken met verschillende lengte pinnen. En dan wordt dan bij elk slot zijn eigen sleutel. De vijfde pin. Oh, sorry. Hier zitten 4 pinnen in. Nou, in Nederland hebben eigenlijk alle sloten die je zo tegenkomt, hebben 5 pinnen.
Maar je kunt het ook met meer of minder doen. Dus als je in Nederland een high security slot koopt, dan heb je misschien wel 6 pinnen. En dit slot, daar hebben ze er maar 4 in gestopt. Dus dat is eigenlijk best wel weinig. Maar ja, je hebt dan die extra sliders nog erbij, die het weer moeilijk maken. Dus die 4 pinnen, hè, daar zijn er 5, hier zitten er 4. Die 4 werken op die manier. En hier zie je die sliders. Dus ik heb de sliders uit het slot gehaald. En die heb ik nu even ter demonstratie op de sleutel gelegd. En je ziet, er zijn er dus 4. Die schuiven heen en weer deze kant op. En je ziet ook dat elke slider schuift dan op over 2 van die vierkante zwarte blokjes heen. Waar de magneetjes zitten. Die vierkante blokjes hoeven niet allemaal een magneet te zijn. Er zijn ook nepmagneetjes die erin zitten. Dus het kan, een blokje kan een magneetje zijn, maar het kan ook een nep stukje zwart spul zijn. Maar er moet er minstens eentje moet een magneet zijn, want het slidertje moet wel heen en weer bewegen. Nou, wat je ook ziet is dat er 2 sliders, deze 2, die moeten die kant op. En die andere 2, die moeten die kant op. En dat werkt altijd zo in elke cilinder. Je hebt altijd, dat zit altijd op dezelfde manier in elkaar. En waarom moeten die dan die kant op? Nou, dat kan ik laten zien met deze fantastische Photoshop. Dus dit is mijn eerste fantastische achievement. Ik heb leren Photoshoppen, niet zo heel fantastisch, maar we doen het er maar mee. En daar links zie je een slot waar geen sleutel in zit. En dan zie je dat hier die blauwe pinnen, die wordt niet naar de juiste diepte gedrukt. Waardoor de plug daar klem zit. En je ziet hier ook dat hier dat gele is die slider. En je ziet dat die hier klem zit in de plug. Dus dit slot kan niet draaien omdat de pin niet goed zit en de slider zit niet goed. En dan zie je, ik heb hier dat rood-groen getekend. Dat moet een magneetje voorstellen. We hebben rood is noord, groen is zuid. En aan deze kant zie je hetzelfde slot met de juiste sleutel erin. En dan zie je dat de pin hier precies op de goede plek wordt geduwd naar de juiste diepte. En dat die magneet ervoor zorgt dat die slider naar binnen wordt gedrukt, zodat die daar ook weer vrij is. En dat moet dus op elkaar matchen. Dus we zien hier in de sleutel zit noord naar boven. En die trekt dan dat groene zuid aan, waardoor die slider opschuift en alles klopt. En hij gaat open. Oké, iedereen nog? Prima. Nou, als je de sleutel pakt, dan zie je ook al met een stukje magnetisch papier, dus papier waar magnetisch materiaal in zit, zie je dat er, of waar ijzervijfsel in zit, zie je dat er sommige blopjes, dat magnetisch zijn en sommige niet. En je kunt ook al zien dat sommige magneten naar boven of naar beneden wijzen en sommige wijzen links-rechts. Ja. Ja, ik bedoel voor duidelijkheid, er zitten dus 4 sliders in en hij heeft 4 pins. Maar ja. Dat is eerder een toeval dat al de 4 is, precies ja. Klopt. Ja, dus de vraag is, er zitten 4 sliders en 4 pins. Heeft dat een reden? Nee, dat is omdat ze dat gewoon zo bedacht hebben. Kan ook, had ook anders kunnen zijn. Ja, 0 zou niet zo handig zijn. Oh, moet ik voor de foto iets... En hier nog een keer, het is een beetje donker, hè? Maar hier zie je de plug heb ik dus weer uitgehaald met de verkeerde sleutel erin. Dan zie je dat die pin uitsteekt en die slider daar steekt uit. En als ik de juiste sleutel erin stop, dan is alles weer netjes aligned en dan kan de boel draaien. Nou, dat is even, zodat we allemaal snappen hoe het werkt. Nou, maar ik ben geïnteresseerd in hoe krijg ik dat slot nou open zonder dat ik de sleutel heb. Want ik ben een lockpicker. Nou ja, die pinnen, dat snap ik. Die kun je gewoon lockpicken. Maar hoe doen we dat dan met die magneten? Nou, in principe, als ik een magneet op een stokje plak en daar ga ik mee inpriegelen en heen en weer bewegen, dan zou ik die sliders moeten kunnen manipuleren. Lukt dat dan? Nou ja, dat kun je proberen. Je kunt ook daar nog een microfoon op zetten. Je hebt van die gitaarversterker microfoontjes, die kun je ergens opplakken. En dan kun je misschien horen wat die sliders doen. En ik moet erbij zeggen, ik ben het onderzoek eigenlijk gestart al jaren terug. En op een gegeven moment vlotte het niet meer, toen heb ik het opgegeven. En, en toen heb ik het weer opgepakt in de coronatijd. Toen had ik weer tijd en ben ik weer verder mee gegaan. En toen ik het de tweede keer oppakte, toen zag ik inmiddels dat er op YouTube filmpjes stonden van mensen die deze sloten kunnen openmaken. Dus ja, dat kan. Maar toen ik deze slide maakte, waren er nog maar 4-5 filmpjes wereldwijd. Dus het is echt verschrikkelijk moeilijk. Je moet dan 4 pinnen pikken, dat is niet zo moeilijk, maar dan die magnetische sliders, heel lastig. Dus ik vind het lijkt me niet echt een echte aanval. Als je zo'n slot op je deur hebt, hoef je niet bang te zijn dat iemand op deze manier dat probeert open te maken. Nou, toen ik met het onderzoek begon, dacht ik, nou, laten we eens kijken wat we kunnen doen. Ik heb een slot gepakt, ik had een paar van die sloten, ik zei dat ik ben lockpicker, dus ik heb al die oude rommel op zolder liggen. Overigens, als jullie nog oude sloten over hebben, dan verzamel ik ze en
Ik weet niet of de camera nog aanstaat, want mijn vrouw is er niet bij. Dan kan ik ook zeggen dat ik Sun Microsystem apparatuur verzamel. Maar ik heb een slot gepakt en daar heb ik aan één kant heb ik alleen de pinnen in laten zitten, aan de andere kant alleen de magneten, om daar gewoon een beetje mee te prutsen. En ik dacht als eerste, ja, kan ik sleutels dupliceren? Want in de slotenwereld is het namelijk zo, ik krijg vaak vragen van welk slot moet ik op de deur zetten? En dan is mijn tegenvraag, ja, waar ben je bang voor? Wat is het risico waar je tegen wil beschermen? En dat kan verschillend zijn van persoon tot persoon. De ene is bang dat er een inbreker langskomt en die met een koevoet hem openbreekt. Dan moet je een heel stevig slot hebben. Of je bent bang dat de AIVD bij jou komt lockpikken. Dan moet je een ander slot hebben. Of misschien ben je bang dat je de sleutel aan iemand uitleent en dat die heel snel een kopie maakt. Dat is ook een aanvalsmogelijkheid. Nou, ik dacht, laat ik daar eens mee beginnen. Kan ik sleutels namaken? Want dat zijn hele ingewikkelde sleutels. En er zitten ook magneten in, dus dan moet ik in ieder geval iets hebben om magneten uit te lezen. Dus ik heb gegoogeld naar een magnetometer en toen vond ik een oldschool elektronisch schema. En ik ben ooit opgegroeid met soldeerbout in mijn hand. En toen dacht ik, dat is leuk, dat ga ik bouwen. Dus dat heb ik gedaan. En dat is mijn magnetometer. En ik zal het filmpje even afspelen. Ik heb hem ook bij me. Er zit een klein sensortje aan, een hall sensor, die kan magnetische velden meten. En er zit een opampje achter en dan krijg je een groen of rood lampje. En je ziet, ik moet hem een beetje naar links en rechts schuiven, omdat sommige magneetjes, die hebben het magnetisch veld naar links en rechts staan, en sommige hebben het naar boven en beneden staan. En hiermee kan ik de sleutel uitlezen. Mooi, dus die magneten kan ik uitlezen. Die kan ik niet met het blote oog zien, maar wel met een metertje. En hoe krijg ik die nou op een... Hoe dupliceer ik die nou? Nou, die blanco sleutels, die kun je niet krijgen. Net als ook als je een slot hebt met een certificaat, dan mag jouw sleutelboer in principe niet die sleutels uitleveren. En bij deze Anker is het zelfs zo dat alleen de fabriek van Anker zelf in Enschede die sleutels heeft. Die worden speciaal voor hun in Frankrijk gefabriceerd. En die zijn wat ze noemen unobtainium. Dus, ja, wat dan? Nou, toen dacht ik, ik ga ze gewoon maken met een oude sleutel. Ik heb nog gewoon een oude sleutel liggen. Dan frees ik daar een gleuf in en dan bemoei ik me straks wel met die pinnetjes. Ik ga eerst naar die magneten kijken. Kan ik die oude magneten eruit krijgen en daar een setup key van maken? En dan kan ik misschien wel door die sleuf kan ik dan lockpikken. Ja? Dan heb ik de magneten gekopieerd en dan moet ik lockpikken. Maar dit was, zoals je daar linksboven ziet, een totale fail. Want er is zo weinig ruimte in het slot dat als ik daar die lockpik in stop, ja, dan druk ik meteen al die eerste pin in. Ik kan er niet overheen, er is geen ruimte om bij die achterste pin te komen. Dit lukt gewoon niet. Dit was overigens voordat ik die filmpjes zag op internet, want uit die filmpjes heb ik geleerd dat... Oh, dat komt trouwens op de volgende slide. Dat vertel ik zo. Maar goed, ik dacht, nou, maakt niet uit. We doen net alsof het wel gaat werken en ik ga gewoon door met mijn onderzoek. Oogkleppen op, magneetjes gekocht van 2x2x2 mm. Kan ik die dan in de sleutel krijgen? Want dat is dan de volgende stap. Hè? Ik moet daar magneten in stoppen. Dus ik ben met een dremel en een boormachine aan de gang gegaan. En dit is echt verschrikkelijk. Hè? Ja, ik heb gewoon niet, ik heb of niet de skills of niet de apparatuur. Ik hou het op de apparatuur, maar goed. Om die dingen te maken. En dit was dus een failure. Maar goed, ik ging nog steeds door. Laten we gewoon doen alsof me dit ooit nog gaat lukken. Laten we doen alsof ik die key heb. Hoe kan ik dan die bitting voor elkaar krijgen als ik niet kan lockpikken? Nou, ik ken van het lockpikken ook het sleutel kopiëren met behulp van gieten. Dan heb je een malletje waar je twee componenten GUI in stopt. En daar leg je de sleutel in, dan krijg je een malletje, daar doe je gesmolten metaal in. En dan kopieer je het. Nou, dus ik heb een sleutel gepakt, ik heb dat in het malletje gestopt, met die twee componenten toestand. En die heb ik in het malletje gestopt met mijn setup key samen, waar ik die sleuf in heb gefreesd. Dus er zit nou een setup key in, laten we even doen alsof daar de juiste magneten in zitten. Alleen de bitting is er weggefreesd. En op de plaats van de en daar heb ik. Maar de bitting die komt uit het malletje. Want het malletje heb ik gemaakt van de sleutel die ik wil kopiëren. Nou, ik giet dat af en dan krijg ik dus mijn setup sleutel met de juiste magneten. Hè, die er nog niet in zitten. Met de nieuwe bitting. En de vraag is: werkt dat? Nou, dan kan ik testen op mijn slot waar alleen de pinnen in zitten. En dat werkt. Dus mijn proof of concept is gelukt. Dat is een mogelijkheid. En dit is eigenlijk het punt waarin ik in 2017 was en dacht van ja, dit wordt allemaal niks. Ik kan niet goed met de dremel overweg en de kopiëren, dat werkt niet. En die magneten die zijn eigenlijk veel te groot, want die sleutel is niet zo dik. En die magneten die zijn bijna zo dik als de sleutel, dus dan heb je heel weinig materiaal. Dan gaat het nooit goed komen. Eigenlijk zou je dat moeten 3D printen. Maar ja, ik heb geen 3D printer, dus... Maar toen kwam dus corona
En ik had nog wat ik had er tijd over en ik had nog wat geld liggen. En ik dacht, nou, misschien toch maar een 3D-printer kopen. Ik heb... je hebt een SLA, je hebt SLA-printers die werken met filamenten. En je hebt resin-printers die werken met hars en UV-licht. En ik heb die laatste genomen omdat ik dacht dat de toleranties heel goed moesten zijn. Dat je hele friemelige kleine dingetjes zou moeten kunnen printen. Dus ik heb deze gekocht. Dus een printer met een curing station, want dan moet je dan met UV-licht moet je dat uitharden. En ik zat nog steeds zo in met mijn mindset in, ik moet een setup key maken met magneten erin en weet ik veel wat, dat ik daarmee ben begonnen. En weer een achievement unlocked CAD, met OpenSCAD heb ik dit in elkaar gemodelleerd. En je ziet hier had ik nog steeds het idee van, ik ga lockpicken in die gleuf en dan stop ik daar de magneten in. Nou, ik heb dit geprint. En dit was een beetje het eerste ding wat ik geprint heb met die printer. En dat viel me niet erg tegen. En ik ben ook heel blij dat dit zo gelukt is. Want als ik op dat punt weer een faal had gehad, dan weet ik niet of ik nog echt interesse had om het hele project door te zetten. Maar dit ging wonderbaarlijk goed. En hij paste niet helemaal. Dus ik heb hem nog wat moeten bijveilen. Mijn eerste model was gewoon niet helemaal super. Maar die magneetjes pasten erin. En die doet het ook op de cilinder met alleen de magnetische sliders erin. Dus dat was proof of concept weer gelukt. En een iets latere iteratie van mijn model was een stuk beter. Dan kon ik hem printen en dan paste hij in één keer in het slot. Inmiddels had ik die filmpjes gezien op YouTube. En daar had ik van geleerd dat als je gaat lockpikken, dat je dan eerst die vier pinnen moet pikken. En dan daarna zit die klem op die sliders. En daarna moet je de sliders goed zetten. Dus ik dacht, wat je dan zou kunnen doen, is je kunt lockpikken op deze manier. En dan kom je met je lockpick niet eroverheen. Maar van de zijkant heb je iets meer ruimte. Ga je vier pinnen lockpikken. En als je hem dan gedraaid hebt, dan stop je daar een speciale sleutel in met de magneten. Want die heb je van, hè, want je hebt de sleutel gekopieerd. Of gezien. Dus je hebt die magneten heb je. Die stop je erin. En dan draait hij open. En dat kan ook. Ik heb dat geprobeerd en dat lukt. Maar het is verschrikkelijk moeilijk. Het is eigenlijk veel moeilijker dan ik had verwacht. Want ik denk, ja, vier pinnetjes, super simpel. Daar heb ik toch wel even op gezeten om die te lockpikken. Dus ook hiervan denk ik, dit is niet iets wat je zomaar even snel doet. Maar goed, als we nu tijdelijk toegang hebben tot de sleutel, dan kan ik dus met dat metertje de magneten uitlezen. Ik zou een setup key kunnen maken. Ik kan vier pinnetjes pikken, die setup key erin doen en dan kan ik hem opendraaien. Ja, maar luister, ik heb een 3D-printer gekocht, dan kan ik toch ook gewoon die pinnen printen, dan ben ik in één keer klaar. Ja. Maar ik zat zo in de verkeerde mindset. Maar ik dacht, nou, model aanpassen en pinnetjes erin zetten. En natuurlijk kun je gewoon in je scriptje kun je zeggen van dit is bitting 1, 2, 4, 3. En dan plop, dan past hij dat aan. En zo kun je sleutel printen. En dit is een sleutel met bitting. En die doet het aan beide kanten. Oké, prima. Dus ik kan de sleutel kopiëren. En dat is wel echt een issue, want het idee is dat dit een high security slot is, waarbij de sleutel niet zomaar kan namaken. Maar als je mij zo'n sleutel geeft, dan kan ik het dus vrij snel namaken. En die pinnen, daar zijn maar vier verschillende dieptes mogelijk. Dat is niet zo heel veel. En dat betekent dat ik heb zoveel van die sloten inmiddels gezien, dat als je mij zo'n sleutel geeft, dan zie ik meteen, oh, dit is 1, 2, 3, 1. En dat kun je gewoon aflezen met het blote oog. En dan moet ik alleen eventjes 3 seconden met dat dingetje doen. Dus als ik 10 seconden de sleutel heb, dan kan ik hem decoderen en printen. Dus dat is wel echt een issue. Nou, ik had het er met een collega op werk over van, oh, dat is leuk, dat ben ik aan het doen. En toen zei hij, oh, ik heb nog een SLA-printer staan. Zou dat niet werken? Ik zei, ja, je kunt het proberen. En dat heeft hij geprobeerd. En die doet het ook. Dus, dus ik had helemaal niet die dure printer hoeven te kopen. De grap is dat mijn vrouw inmiddels zo, die vond het allemaal wel leuk en die dacht, ik ga ook dingen printen, maar dat SLA is veel te, SLA is veel te ingewikkeld. FDM, oh sorry, FDM, ja. En die zei, ik koop ook een FDM-printer. Dus nu hebben we 2 3D-printers thuis staan, dus ik kan er ook zo printen, prima. Want, en het is wel fijn, want die sleutels die gemaakt zijn met de SLA, die zijn heel erg broos. Dus als ik die gewoon zo laat vallen, dan is hij in 2 stukken. En ik kan wel gewoon een cilinder mee opendraaien, maar stel dat die in een deur zou zitten. In principe moet je nooit lockpikken op sloten die in een deur zitten, want het kan altijd misgaan. Maar dan, omdat je zoveel kracht moet zetten, dan breekt het gewoon af. En deze zijn veel steviger. En nog wat verbeteringen. Ik had dus die magneten van 2x2x2.
Nou, wat je ook kan doen is kleinere magneetjes pakken. Dat heb ik eerst geprobeerd. Dat heb ik 1x1x1 gekocht, maar dat was veel. Want die zijn zo verschrikkelijk klein, daar is gewoon niet mee te werken. Als je die in je pincet pakt en je beweegt je pincet, dan ploep, dan draait die om. En dan, ja, welke kant staat hij nu op? Kunststof pincet, ja. Maar, of een RVS-pincet. RVS-pincet, ja. Maar het is niet alleen dat, maar het is ook gewoon om die in die gaatjes te krijgen en die gaatjes goed te krijgen. Ah, verschrikkelijk. Maar toen zei mijn collega, ja, waarom pak je niet ronde magneten? Het vervelende is dat sommige moeten dus zo erin en sommige moeten zo erin. Maar ja, als je toch gaat kopiëren, dan maak je gewoon een sleutel voor die ene kopie. Dus als je elke keer een nieuwe sleutel print, dan kun je net zo goed de gaten op de juiste manier erin printen. En nog beter, je kunt de gaatjes die je niet nodig hebt, kun je gewoon dicht laten. Dan wordt de sleutel ook weer steviger van. En dat zie je daarboven. Die sleutel heeft gewoon maar 4 gaatjes voor de magneetjes. Want dat heb ik geloof ik nog niet verteld, hè? Dat die sliders, dat zijn wel 2 plekken waar een magneet kan zitten. Maar eigenlijk normaal gesproken heb je maar op 1 van die 2 een magneet zitten. Want er is maar eentje nodig en dan draait hij. Er zijn uitzonderingen, maar daar kom ik zo op. Dus dit werkt heel mooi. Goed, dus we kunnen sleutels kopiëren en vrij makkelijk. Maar ik heb nog 22 minuten, dus we gaan nog door. Wat kunnen we nog meer? Als we een sleutel hebben, dat is ook interessant. Maar ik heb helemaal geen sleutel. Wat kan ik dan? Kan ik dan iets? Nou, en hier zie je de mogelijkheden van de magneten. Dat kan noord boven, noord naar beneden, noord naar links of noord naar rechts. Of niks. Fake. En ze gaan zo, omdat de sliders zo gaan. Hè? Dus je kunt de magneten niet zo hebben, want de slider die beweegt die kant op. Dus dat zijn de enige mogelijkheden. En als je even goed nadenkt, dan begrijp je dat als er een bepaalde magneet in de cilinder zit, dan weet je dus welke magneet in de sleutel moet zitten. Dat is altijd een 1-op-1 mapping tussen magneet in de cilinder en in de sleutel. Dat is maar 1 combinatie die werkt. Maar dat betekent dus ook... dat als er iets in de sleutel zit, dan weet ik wat er in de cilinder zit. Maar als er iets in de cilinder zit, weet ik ook wat er in de sleutel zit. Ondanks dat ik de sleutel nog nooit gezien heb. Aha. Even kijken wat ik hier... Ja, het is voor mij ook weer even een verrassing wat ik hier allemaal wil vertellen. Ja, nou ja, je moet er wel even rekening mee houden dat er dus 2 sliders zijn die de ene kant op gaan en 2 die de andere kant op gaan. Maar dus voor elk slot is dat hetzelfde. En dan kan ik dus uitrekenen als ik magneten in de sleutel zie, dan kan ik gewoon bedenken, dan weet ik zeker dat dat in het slot zit. Want alleen dan worden die sliders naar de juiste plek toegetrokken. Dus, de volgende stap is dat ik dit ga gebruiken, niet om de sleutel uit te lezen, maar om de cilinder uit te lezen. Dus dat wilde ik gaan doen. Komt er nou? Ja, dat wilde ik gaan doen, maar dat ging niet, want... Die sensor die past daar niet in. Die sensor is... Huh? Ja, die is een beetje groot. Ja, die is helemaal niet zo groot, maar wel te groot. Dus die past er niet in. Dit is echt een hele vervelende keyway. Dat is weinig ruimte. Dus wat dan? Een andere sensor. Dus ik heb een andere sensor gevonden die een stuk kleiner is. En die gebruikt. Dus die heb ik hier eraan gesoldeerd. Oh, die slide is weg. Oh nee, wacht. Nee, toen moest ik eerst dus iets hebben om dat in de slot te stoppen. Dus ik denk, dan maak ik dat op een heel klein printplaatje. Dus ik heb een printplaatje van 0,6 mm flexibel, heel dun. En ik dacht, nou, dan ga ik het netjes doen. Dan ga ik het in KiCad, ga ik een printplaatje ontwerpen, ondanks dat er maar 3 printbanen op zitten. En iemand had me verteld, dan moet je met een laserprinter op inkjetpapier printen. En dan kun je het met de strijkbout kun je dat transfereren naar je printplaat. En dan pak je, maar ja, ik weet niet of er mensen zijn die er ervaringen mee hebben en wat ik hier fout heb gedaan, maar het is mij niet gelukt. Nee, maar het was zo simpel, ik heb gewoon een Sharpie gepakt en ik heb gewoon mijn pen die banen getekend en toen heb ik het in de sodium persulfaat gegooid. Iets te lang, want je ziet dat de banen ook al een beetje aangetast raken, maar nog net niet te erg, dus dat werkt allemaal nog. Ik had wel mijn kaliumpersulfaat iets te lang in de bakje daarna laten liggen, waardoor mijn bakje helemaal weggeëtst is. Maar. En ik heb die sensor erboven opgesoldeerd en gekeken, nou, nu moet die gaan werken. Maar nee, de sensor... Oh nee, wacht, er komt nog een stukje tussen. Oh, daar staat veel, want dit past er nog niet. Het was toch nog te dik. Ondanks het kleinere slot 23 dingetje, kreeg ik hem toch nog niet de cilinder in.
En toen heb ik dat opgelost door de sensor niet erbovenop te zetten, maar er aan het eind achteraan te doen. En dan met een beetje epoxy vast te lijmen. En toen heb ik met 0,1 mm draad heb ik dat vastgesoldeerd. En dat was het allermoeilijkste van het hele research project, om die drie draadjes, 0,1 mm, om die eraan vast te solderen. En? Nee, ik heb geen microscoop. Nee. Maar sowieso, die draadjes die blijven plakken aan je soldeerbout. Maar goed, dat is uiteindelijk toch gelukt. Dus ik heb er ook nog wat extra epoxy op gedaan, dat je geen kortsluiting krijgt in het slot. En getest. En het werkte weer niet, want die andere sensor die gebruikt andere voltage levels dan die eerste sensor. Dus dat werkte niet met mijn elektronica. En ik denk, ja, dan ga ik toch maar, overstag en dan ga ik toch maar een Arduino gebruiken. Eigenlijk, ja, een Arduino heeft de rekenkracht van een oude 386 computer. Ik vind het een beetje veel om een ledje aan te zetten, maar toch maar gedaan. En je ziet dat ik, dat is zo krap dat ik die sensor ook een beetje naar links en rechts moet bewegen. Voor het geval die magneet naar links en rechts wijst, dat ik goed zie wat het is. Maar ik kan hem hier redelijk goed mee uitlezen. En ja, toen ik eenmaal dit had, dacht ik, ja, dat is wel mooi en aardig, maar weet je wat, laten we het even helemaal goed doen. Dus toen heb ik een Arduino gepakt en een shield gekocht met een SD-kaart interface en ik heb een code geschreven. En ja, aan allebei de kanten kan ook, maar dat zal ik jou uitleggen waarom dit is. Dus deze heeft nu, ik heb een digitale en analoge mode, dus ik zie of digitaal of het noord of zuid is, maar ik kan het ook analoog doen, dat ik de veldsterkte een beetje zie. Dat is in sommige gevallen kan het handig zijn. Ik kan het opslaan op SD-kaart, wat ik hier vind. En hij vertaalt dus automatisch, als ik op de cilinder klik wat ik vind, dan vult hij dit in. En als ik hier klik wat ik op de sleutel vind, dan vult hij de cilinder in. Zodat ik die... Zit daar een? Ja, dat is altijd 1-op-1. Maar wel afhankelijk van de locatie. Dus die twee sliders die gaan de ene kant op en die twee sliders gaan de andere kant op. Dus de vertaling is daar iets anders. Maar het is ik weet altijd dat als een bepaalde positie een bepaalde magneet heeft in de cilinder, dan is het dus de andere magneet in de sleutel op die positie. Kun je geen vier sensors achter elkaar? Ja, dat staat nog op mijn to-do-lijst. Maar ik heb sensors gevonden die dat kunnen, maar die praten dan met SPI en dan moet ik, en die zijn heel dun, maar dan moet ik allemaal met SPI. Ooit. Als ik met pensioen ben. Maar dat is mooi, dus als ik nu tijdelijk toegang heb tot de cilinder, maar niet de sleutel, dan kan ik in ieder geval met het metertje, die ik ook hier heb trouwens, dan kan ik dus de magneten van de cilinder uitlezen. Dus dan kan ik weer die sleutel printen met het sleufje erin. Dan kan ik lockpikken en erin stoppen. Maar dat lockpikken, wat ik al zei, is heel erg moeilijk. Wat ik ook nog zou kunnen doen, is alle mogelijkheden afgaan. Want er zijn maar vier pinnen met vier mogelijkheden. Dus als ik 256 sleutels in de avonduurtjes ga printen en er allemaal magnetjes in stop en ze alle 256 probeer, dan is er eentje minstens die werkt. Ja, dan moet je heel veel magnetjes hebben. Ja, ik weet niet of dit... Dat is ook niet echt een hele fijne aanval. Dat kan ook. Maar ik dacht, er zijn nog meer manieren waarop je kan openen zonder te lockpicken, maar met andere technieken. Nou, ik weet niet of mensen wel eens van bumping hebben gehoord, maar dat is een techniek waarbij je een sleutel afveilt overal tot het diepst, maar dat er wel nog van die tandjes zitten tussen de plekken van de pinnen. En als je dan heel hard op de sleutel slaat, dan wordt die energie doorgegeven aan de pinnen. En die pinnen die gaan even uit elkaar. Dat is een beetje zoals, hoe heet dat ding, die pendel van... Newton's cradle, dat is hem. Dus dan gooi je een balletje en die energie gaat naar het laatste balletje en die gaat weg. Dat gebeurt hier ook met die pinnen, die gaan heel even uit elkaar. En als je op dat moment draait, dan is het slot open. Zou dit ook kunnen? Dus dan moet ik dus een bump key hebben, die overal op zijn diepste is uitgefreesd. Maar dat is lastig, want die blanco sleutels die zijn niet te krijgen. Hè? Dus maar we kunnen ze nu printen. De vraag is zo'n plastic sleutel sterk genoeg? Dus ik heb dus de magneetjes uitgelezen. Dan heb ik sleutel geprint met de juiste magneten. En alle pinnen zijn er op de diepste plek gezet. En dan ga ik erop slaan. Nou, gaat vrij goed.
ik een beetje vals gespeeld, want ik had ook een filmpje hiervoor gemaakt waar het wat langer duurde, een keer of zes slaan. Maar ja, met een keer of zes tot tien slaan lukt het wel. Dus dit is best wel een interessante manier. Ik dacht ook nog in een pressietechniek, maar dat sla ik even over. Want daar heb ik weinig tijd voor, daar kunnen we het bij de borrel over hebben. Nou, als je de magneten van een cilinder uitleest, dan kan ik die dus in een sleutel zetten, in een setup key met de magneten. En ik kan erop slaan en dan is je open. En ik kan ook impressietechniek doen, dan moet je veilen. Maar dat is eigenlijk heel ingewikkeld, te ingewikkeld om praktisch te zijn. Dus daar gaan we het verder niet meer over hebben. Nou, de laatste 10 minuten wil ik nog even hebben over masterkeying. Want deze cilinders die worden heel vaak, of werden, want ze worden eigenlijk niet meer zoveel verkocht, maar die werden veel verkocht in hele grote installaties, high security installaties, ziekenhuizen, banken, dat soort zaken. Want eigenlijk zijn ze al heel oud. Het patent stamt uit 1980 of 81 of zo. Dus dat patent is ook al verlopen. Hoe werkt masterkeying? Bij masterkeying heb je cilinders waar je eigen sleutel op werkt. Dus stel je werkt in een bedrijf, je hebt je eigen kamer met je eigen sleutel. Maar er is ook iemand die heeft de sleutel die op alle deuren werkt. Dat is masterkeying. En dat kan heel ingewikkeld zijn met allerlei groepen. Dus dat je sleutels zet voor kamers in je gang. En dat er iemand is die heeft de sleutel voor alle deuren in de gang. En dan is er nog een tweede gang met ook iemand die de sleutel heeft voor de tweede gang. En dan is er nog iemand die heeft de sleutel die werkt op allebei de gangen. Dat kun je heel ingewikkeld maken. Maar laten we eens even kijken naar een heel simpel systeem met twee sloten en één mastersleutel, hoe dat dan werkt. En ik kijk eerst even hoe dat traditioneel werkt bij traditionele sloten. Met pinnetjes, dat lossen ze op door die pinnetjes nog een keer extra in tweeën te zagen. Want dan heb je namelijk, voor zo'n pin heb je twee plekken waar die op kan staan. Dus dan heb je ook twee dieptes in de sleutel die mogelijk zijn, dus kun je twee sleutels maken. En hier zie je de sleutel van Alice op het slot van Alice en het slot van Andy. En je ziet dat de sleutel van Alice werkt op het slot van Alice. Want, die breuklijn daar, die is precies goed. Maar bij Andy zie ik dat de tweede en de achterste pin, dat die niet goed zitten. Dus Alice's key werkt niet op het slot van Andy. Dit is Alice's de key. En Andy heeft zijn eigen sleutel en die werkt, zoals je kunt zien rechts, op zijn eigen slot. Maar als je die bij Alice in het slot stopt, dan doet hij het niet. En dit is de sleutel van Andy. En nou is er ook nog een derde sleutel, de master key. En die werkt bij allebei de sloten. Dat is een master key systeem en dit is de master key. En als je dan kijkt naar die drie sleutels van Alice, Andy en de master key, dan zie je dat die in dit geval maar op twee plekken verschilt. Vraag? Is het hier met dan zo dat je dus een aantal, ik had het net over dat het slot in basis vier standen per pin had, dat je hiermee dus een aantal standen behoorlijk vergroot, omdat je dus een extra stukje hebt dat ook weer... Nee, want je mag alleen maar de standen pakken. Dus een stand kan zijn 1, 2, 3 of 4. En bij dit slot is bijvoorbeeld de eerste pin stand 3. En dan moet hij op 3 staan, anders gaat hij niet open. Bij masterkeyen is het zo dat hij op stand 3 of op stand 4 mag staan. Allebei doet het. Dus je wisselt eigenlijk een stukje functionaliteit in voor security, want het wordt bijvoorbeeld ook makkelijker om te lockpicken, want je hebt meerdere mogelijkheden. Nou, bij standaard lockpick masterkey systeem is het zo dat je de masterkey heeft meer materiaal in de sleutel zitten dan de user keys, de eindgebruikersleutels. Enig idee waarom dat is? Je wil niet dat Alice of Andy gewoon een heel klein stukje van de sleutel kan afveilen en dat hij dan opeens de mastersleutel heeft. Dat zou niet handig zijn. Dus hier moeten ze er een stukje bijveilen. Nou, dat gaat niet. Dus dan moet je vanuit een nieuwe blanco sleutel beginnen. En als die blanco sleutel niet te koop is zonder certificaat, dan kan dat niet. Als je geen 3D-printer hebt. Nou, ik dacht in het begin dat dat bij... dat betekent dat je als jij ergens... in zo'n bedrijf werkt en je hebt je eigen sleutel, wat je dan kan doen, is je kan kijken van, hé, wat zou nou de master key zijn? Zijn er nog meer mogelijkheden? En je hebt al een werkende sleutel, dan kun je gewoon sleutels maken die alleen op de eerste positie variëren. En je weet dat de master key meer materiaal heeft, dus dan print je alleen de sleutels uit met hoogtes 1 en 2, want je hebt zelf een 3. En die test je uit, en misschien doen ze het allebei niet. En dan ga je de tweede positie variëren, van 1 tot en met 5. En die test je alle 5 uit. En misschien doet eentje het. En dan de derde positie, heb je maar eentje die hoger is, de 1. Nou, die doet het niet. De vierde positie doet het ook niet. De vijfde positie hebben we er ook 1 gevonden. Nou, en dan kun je dus bepalen dat de master key dat moet zijn. Want je hebt hier een andere
hoogte gevonden die hij zelf niet had. Dus die zit in de masterkey. En hier heb je ook een andere hoogte gevonden die je zelf niet had. Dus die zit ook in de masterkey. Dus als je die sleutel dan maakt, dan heb je de masterkey. Zo kun je masterkey systeem kraken. En eigenlijk, als je weet dat er maar één masterkey is, dan hoef je die niet eens te testen, want je weet daar al dat je hem gevonden hebt. Dus je hebt niet eens zo heel veel sleuteltjes nodig om erachter te komen. Nou, de masterkey, dat doen ze bij die ankersloten ook op deze manier. Dus dat je een pinnetje in tweeën hakt en dat er twee mogelijkheden zijn. Maar wat ze ook doen, is die magneten masterkey. En dat maakt het heel interessant. Dus die sliders, die hebben een magneetje links of een magneetje rechts, maar ze kunnen ook op beide posities een magneetje hebben. Dus dan kun je twee sleutels maken die erop werken. Eentje met een magneetje aan die kant, de goede, en eentje met een magneetje aan die kant. Kun je twee aparte sleutels maken die dezelfde cilinder bedienen. Ook masterkeying. En het vervelende daarvan is dat je dus die regel van je mag nooit dieper veilen dat je op een masterkey terechtkomt, die werkt niet bij ankerslot. Want als je namelijk niet de goede magneten hebt, dan kun je veilen wat je wil, dan gaat die sleutel toch nooit passen. Nou, wat kunnen we wel doen? Stel je voor, ik werk ergens en ik heb een sleutel. En die kan ik uitlezen. Nou weet ik al dat die magneten in de cilinder moeten zitten. Anders zou die sleutel voor mij het niet doen. Nou, en dan weet ik ook al iets over de master... En ik wil de masterkey weten. We gaan nu, het onderzoek is nu, hè, als ik een userkey heb, hoe kom ik bij de masterkey? Nou, ik ga die cilinder gewoon uitmeten met mijn metertje. En dan vind ik in de cilinder nog een paar extra magneten. Hé, dat is apart. Die magneten zitten er niet zonder reden. Dat moet wel zijn, omdat er nog een andere sleutel bestaat, niet de mijne, die andere magneten bedient. Ja, dat is de mastersleutel. Dat zijn die blauwe. Ja. Dus deze, die blauwe en die blauwe, die heb ik in de cilinder gemeten door de cilinder uit te meten. Maar er zit geen overeenkomende magneet in mijn sleutel. Dus mijn sleutel doet daar niks mee. Maar ik weet nu wel dat de masterkey op die magneten moet werken. Dus ik weet zeker dat... één stap terug. Er zijn twee sliders die überhaupt maar één magneet hebben. En de masterkey moet mijn slot openmaken. Dus de masterkey moet die twee magneten hebben. Ja, anders gaat mijn slot niet open. Nou, omdat ik dus die extra blauwe magneten heb gevonden, en omdat die er om een reden zitten, moet de masterkey ook die magneten hebben. Anders zouden ze er niet in zitten. Maar wat gaan we nou doen met die sliders met twee magneten? Moeten we die andere magneten wel of niet instoppen? Nee, is niet meer nodig. Het hangt er vanaf. Maar laten we een voorbeeld nemen. Stel je voor, dit was mijn cilinder. En nu ga ik ook naar mijn buurman, die ook in hetzelfde masterkey systeem zit. En dan ga ik daar de cilinder uitlezen. En daar werkt dezelfde masterkey op. En dan vind ik misschien dit. En daar leer ik weer wat van. Hier leer ik van dat hier rechtsonder geen magneet kan. Kijk maar, want ik heb hier in mijn cilinder zit daar zuid en in mijn buurman zit noord. Dus daar kan nooit een magneet in de masterkey zitten, want dan zou die maar op een van de twee cilinders werken. Dus daar zit niks. En die linksboven? Ja, weten we niet. Zou iets kunnen zitten. En als er iets zit, dan is het dan weet ik wat het is, maar het zou kunnen zijn dat er niks zit. Dat weet ik nog niet. Maar hoe meer cilinders ik uitlees, hoe meer informatie ik krijg en hoe meer ik tot de masterkey kom. Plus, ik heb hier nu gezien dat hier ook nog een extra noord in zit. Dus dan weet ik dat als hier iets zou moeten zitten, dat dat ook iets bepaald is. Dit specifieke slot, mastersysteem, zowel masterkey is zowel op pinnen als op sliders. Dat is wat het zo'n interessant systeem maakt. En hier zie je dus dat zijn de vier lengtes van pinnen. En er zijn dus ook drie lengtes van extra pinnetjes om ze in tweeën te hakken. Van lengte 1, 2 of 3. En dat slot daar links, daar zie je de pinnen van. En je ziet dat er dus één pin twee mogelijkheden heeft. Dat pinnetje ligt er op zijn kant. Maar dit hele verhaal, dat werkt niet meer, omdat we ook magneten hebben. Dus dat kan ik op deze manier niet doen. Ik heb nog maar 5 minuten. Nou, snel, dat kom ik nog wel, kan nog wel lukken. Ik ga je gewoon een praktijkvoorbeeld geven hoe dat kan werken. Ik heb een paar sloten gekregen van een bevriende lockpicker. En die komen uit het Rabobankgebouw hier in Utrecht. Die hadden ook vroeger dit systeem. En ik heb die gekregen, 5 stuks, zonder sleutels. Nou,
Wat kun je dan gaan doen? Nou, dus ik heb een tabelletje gemaakt met de 5 cilinders. Ik wil weten wat erin zit. En het eerste wat ik doe is mijn magnetometer pakken en al die magneten in alle 5 cilinders uitlezen. En ja, ik heb ze niet Noord-Zuid genoemd, maar RG voor rood-groen. En ik heb ze allemaal uitgelezen. En nu zie je bijvoorbeeld al dat die middelste 2 sliders, die zijn bij alle 5 hetzelfde. Alleen die bovenste en die onderste die wisselen. En dan kan ik zien wat dat er identiek, welke dat voor allemaal gelijk is. Dus die bovenste slider, daar zit links zit steeds iets anders en rechts zit overal een R. Dus dan weet ik dat de mastersleutel, dat die links niks mag hebben en dat die rechts rood-groen moet hebben. Ja? Nou, die middelste 2 sliders, daar weet ik ook wat erin moet zitten en die onderste slider weet ik nou ook. Dus ik heb al de magneten van de masterkey, door maar 5 cilinders uit te lezen. Dan hoef je toch verder niks meer. Nou, ik moet nog de pinnen hebben. Dat is het probleem, de pinnen. Ik heb geen pinnen, want ik heb geen sleutel. Maar ik weet ook trouwens wat de magneten zijn die in de sleutel voor specifiek die cilinder zitten. Want als er in een. Want dit is van de masterkey, maar deze cilinder heeft ook nog zijn eigen magneet, dus die zal dan voor de gebruikerssleutel zijn. Nou, en nou moet ik de pinnen hebben. Nou, wat ik kan doen, ik had geluk, ik had 1 halve cilinder erbij zitten. En waarom is dat geluk? Die halve cilinder die kan ik namelijk uit elkaar halen en weer in elkaar zetten zonder dat die kapot gaat. En dat kan ik met die hele niet. En wat ik heb gedaan is, ik heb zo'n bumpkey gemaakt, want ik had de magneten. Ik heb hem opengebumpt, uit elkaar gehaald en gekeken welke pinnetjes dat erin zaten. En ik kon zien van, hier zit een pinnetje 3 of 4, hier een 1 of 3, daar een 2 of een 3 en daar een diepte 4. Dus ik heb 8 mogelijkheden, 8 combinaties van pinnetjes die de masterkey zouden kunnen zijn. Nou, 8 is nog te overzinnen. Dus ik heb gewoon 8 sleutels geprint. En ik heb ze allemaal getest op alle 5 cilinders. En er was er maar eentje die het overal deed. En die staat daar. 4, 1, 2, 4. Dus dat is de masterkey combinatie. Wat je dan ook nog kan doen. Ja. Wat je ook nog kan doen is dat ik dan weer hetzelfde trucje doe als daar straks. Ik pak die sleutel die ik heb die overal werkt. En ik ga gewoon sequentieel elke pin 1 voor 1 ga ik alle mogelijkheden af. Alle overige mogelijkheden. En dat zijn er niet zoveel, want je hebt maar 4 mogelijkheden. De ene weet ik al, dus die andere 3 ga ik testen. Dus ik maak 3 variaties voor pin 1, voor 2, voor 3, voor 4. En die probeer ik op alle sloten. En als ik dat gedaan heb, dan weet ik precies de configuratie van elk slot. En dan Nee, ik heb 4 discrete dieptes, 1, 2, 3 of 4. En ik maak een cilinder met een sleutel waarbij die eentje die op 1 is, eentje die op 2 is, eentje die op 3 is, eentje die op 4 is. En voor dit slot heeft de sleutel met diepte 3 gewerkt en de sleutel met diepte 4 heeft ook gewerkt. Dus dan weet ik dat er een extra dingetje tussen zit. En ik weet nou zelfs wat dat de user key heeft, want de user key heeft, die wijkt zoveel mogelijk af van de master key als mogelijk is. Dus daarmee heb ik alle sleuteltjes kunnen printen en natuurlijk de master key in goud. Dus dat zijn mijn sleuteltjes om een hele Rabobank set open te maken. Goed. Om de master te krijgen moet je dus je moet eigenlijk beginnen met 1 sleutel. Hè. Dus we hebben de gold mode unlocked, maar het is toch nog niet zo heel erg makkelijk. Je moet eigenlijk een sleutel hebben om mee te beginnen, want anders heb je geen bitting. Als je dat niet hebt, wordt het heel lastig. Dan moet je gaan lockpicken, heel moeilijk. Je moet bumpen, maar dan moet je hem disassembleren. Dat gaat niet. Als het een echte aanval zou zijn, zit hij in een deur. Wordt allemaal lastig. Maar als je een sleutel hebt om mee te beginnen, zou het kunnen. Of je moet 256 sleutels proberen. En het is dan een kwestie van steeds meer en meer cilinders nalopen en uitmeten. En hoe meer je dat doet, hoe meer je leert en hoe beter je mastersleutel is. Dus als je warsleutel, dan denk je van, nou, dat is hem. En dan kom je opeens bij een cilinder, doet hij het niet. Dan moet je weer extra meten. Oh, er zit hier een ander magneetje. Dan stop je magneetje erbij en dan wordt je masterkey steeds beter. Dus, summarizing, als je een sleutel hebt, dan kan ik nou de sleutel decoderen en een kopie maken. Is dat een aanval? Als ik geen sleutel heb, dan kan ik in ieder geval de magneetjes in de cilinder uitlezen. En daarmee kan ik een aantal dingen doen. Ik kan een setup key maken en lockpicken, maar dat is lichtblauw, dat is heel erg moeilijk. Ik kan bumpen, dat is best te doen. Dan heb ik het slot 1 keer geopend. Ik zou 256 sleutels kunnen proberen, lastig. En in sommige gevallen kan ik de cilinder openen. Dan kom ik bij een werkende sleutel. En als het een masterkey systeem is, dan kan ik dus door 12 sleuteltjes te printen en allemaal uit te testen, kan ik zijn heel slot decoderen, alle mogelijke dieptes bepalen. En dan weet ik dat een combinatie van die dieptes de mastersleutel is.
En dan ga ik naar andere cilinders om te kijken of die het doet. En zo niet, dan pak ik een andere en zo ga ik steeds verder leren. En dan kom ik tot de Grand Master Key. Dus, conclusie. Ja, eigenlijk met de komst van 3D-printers is het allemaal een stuk makkelijker geworden. Hè? Want deze aanvallen was in de jaren 80 natuurlijk totaal ondenkbaar. Nu kan dat. Maar dat is een probleem voor heel veel sloten. Er zijn heel veel sloten die je met 3D-printer kan dupliceren, of sleutels. Afgelopen jaar was er nog een lezing op een conferentie over... ik zie een strenge blik. Op een conferentie waarbij zelfs beweegbare elementjes in de sleutel niet meer voldoende zijn om het niet te kunnen printen. Maar ik vind het nog wel steeds interessant dat dit, ondanks dat het zo'n oud systeem is, dat het nog steeds best wel een hoop werk is om het echt te ontrafelen. Nog een klein dankje aan Ankerslot, want ik ben bij Ankerslot geweest voordat ik dit gepresenteerd heb om te vertellen wat ik aan het doen was. Ik vind het wel aardig dat ze weten dat ze weerwoord kunnen hebben voordat ik dat allemaal out in die open gooi. En die waren super vriendelijk, ze hebben me rondleiding gegeven door de fabriek. Hebben mij zelfs een Optanium Blanco sleutels gegeven om mee te experimenteren, dus super. En mijn collega Guido, die wat voor mij heeft geprint. En tenslotte dank jullie wel om hier de zaal te vullen vandaag. Dank je. Dank je wel. Dank je wel. En we hebben helaas geen gelegenheid voor vragen, omdat het nu...